Emma Gravelkamp, ik ben 19 jaar oud en ik doe de opleiding verkoopspecialisten. Alsjeblieft, tot ziens. Ik ben net klaar met VMBO en dan kom je op het MBO. Je hebt hele andere lessen natuurlijk, verschillende docenten. Docenten die lopen niet meer achter je aan. Je hebt in principe veel meer verantwoordelijkheid. Er wordt veel van jou verwacht. Je moet je laten zien. Ik werkte in een speelgoedwinkel en ik werkte daar zo'n jaar en toen dacht ik bij mezelf van ja, ik kan wel hier blijven werken, maar zonder diploma kom je op een gegeven moment ook nergens. Dus ik heb mezelf gemotiveerd om in te schrijven en naar school te gaan en mijn diploma te halen. Ik heb het heel erg naar mijn zin en ja, ik weet natuurlijk al heel veel over mijn stageplek. Als je natuurlijk van het VMBO komt, dan heb je nog niet zoveel werkervaring. Je weet niet echt waar je goed in bent en waar niet. Ik heb een test gedaan en dat moest ik via internet doen. Ik heb een persoonlijke test gedaan en een studietest, beroepstest. Die beroepstest die helpt je zeg maar naar welke sector je wilt. En je persoonlijke test die helpt om te laten weten waar je wel goed in bent en waar je niet goed in bent. In de test stond dat ik goed met mensen kon samenwerken, dat ik goed in mensen kon inleven en ja, dat doe ik nu nog steeds dagelijks. Wat ik hier leer is omgaan met klanten, zowel vriendelijke, boze, aarzelende. Dat je je niet gaat verschuilen voor een klant als die bijvoorbeeld opeens boos is. En af en toe een dolletje maken, dat kan hier. Het is gewoon gezellig. Nou, mijn moeder die heeft mij wel gesteund hoor. Toen ik zei dat ik me ingeschreven had, stond er echt opeens taart op tafel. Dus ze was heel blij. Denk vooral goed na natuurlijk, ten eerste. Kijk of je het echt wel leuk vindt. Neem de moeite om er naar te kijken bijvoorbeeld, een oefendagje of gewoon meedraaien met een les. Vraag het desnoods aan mensen die opleidingen hebben gedaan of ermee bezig zijn. Zoek informatie op via internet. Ja, dan weet je toch voor jezelf waar je aan begint.